Misschien kunnen we met hem gaan vrijspringen. Netjes! Hoi en leuk dat je naar een nieuwe video voor Vlogmas. Ik heb niet heel veel tijd om een intro in te opnemen, want ik moet over 18 minuten op stal zijn. Het is ongeveer een kwartier rijden. Maar ik heb om 12 uur met Iris afgesproken. Ik ben vandaag vrij, het is maandag. Ik heb tot 11 uur in bed gelegen, denk ik. Ik had het ook wel nodig. Ik weet niet, Vlogmas, dat trekt toch best wel veel energie. Ook omdat ik dan het gevoel heb dat ik dingen moet doen om te filmen. Dus dan dat kost natuurlijk ook extra energie. Dus ik zou blij zijn als ik volgende week vakantie heb. Vandaag ben ik vrij, morgen moet ik nog werken. Woensdag ben ik vrij, maar ik kan ook niet uitslapen, want dan moet ik naar de natuurgeneeskunde gaan. Ja, wel een beetje uitslapen trouwens. Donderdag moet ik werken, maar dan moet ik om 12 uur beginnen. Hebben we eigenlijk meteen kerstlunch tot het einde van de dag. En dan moet ik s'avonds nog even thuis werken. En vrijdag ben ik ook vrij. En dan heb ik vakantie tot en met 1 januari. Dan heb ik expres heel weinig gepland in de vakantie, zodat we gewoon lekker uit kunnen slapen, lekker ons ding kunnen doen. We gaan eerste kerstdag naar mijn ouders en 29 januari gaan we naar... Nee, niet januari. En 29 december gaan we naar Martin zijn ouders, want zij vieren geen kerst. En 28 is Martin jarig, maar hij wil daar nog steeds niks voor doen, volgens mij. Nog even doorbikkelen. Ik ga vandaag naar stal. Ik heb met Iris afgesproken, want normaal gesproken is maandag, dus Iris haar dag. En ze had toch al gehad van, joh, heb je tijd om iets te doen, anders ook wel iets met Zen. En ze had wel tijd, dacht, kunnen we mooi iets samen gaan doen. En ik dacht net, well, misschien kunnen we proberen om vrij te springen. Daar heb ik nog nooit met... Ja, ik heb het één keer met Zen gedaan, maar daar snapte ik er niet zoveel van. Maar ik ben wel benieuwd hoe hij dat zou doen. En dat is wel handig als je met z'n tweeën bent. Dus misschien dat we dat gaan doen. En anders weet ik het niet. Ik heb in ieder geval ook een rijbroek aan. Dat ik zou kunnen rijden. Maar omdat hij gisteren toch wel last van zijn buik heeft, weet ik niet of hij het dan heel fijn vindt om een zadel op te leggen. Dus ik ga nu opschieten, want ik moet naar stal. Wat de service, mijn paard staat gewoon al klaar. Tada! Ja, nu heb je een paard. Net als Soy Monster. Had je weer met je hoofd in de hooibak gezeten? Wow, dat is alleen maar leuk. Ja. Dat is 4 sterren eten. Misschien kunnen we met hem gaan vrijspringen. Wat wil je doen? Vrijspringen. Vrijspringen? Oeh. Eens proberen. Zullen we eens proberen? Ik heb er één keer met hem gedaan, toen snapte hij er niet zoveel van. We moeten even een lijntje uitzetten. Dat hij gewoon zo'n tunnel ingaat. Dat vind ik wel een leuke uitdaging. Kijk, op zich, ik heb één keer onderhouden gesprongen en dat vind ik best wel spannend. Maar degene die toen bij waren dachten wel dat hij het wel leuk vond. Mm-hmm. En als hij het niks vindt, dan kunnen we het niet anders gaan doen. Maar we kunnen het gewoon proberen, want het is wel handig als we z'n tweeën zijn. Want dan kan één iemand, kunnen we allebei aan één kant van de bak staan om een beetje te kampen. Dan kan er één meer rennen zo over de hindernis heen. Ja, nou, ik heb het de vorige keer toen ik het deed, toen heb ik hem echt aan zijn halster meegenomen tot voor de hindernis. En dan ging hij wel, maar ik hoop... Misschien eerst eroverheen stappen, laag, gewoon plat. En dan... Ja, we gaan sowieso een bakje beginnen. En het is ook niet dat ik denk van, oh, we gaan hem een meter laten springen, maar gewoon weer 50 centimeter of zo. Als hij dat super goed doet, gewoon dan kunnen we... Gewoon 2 meter. Ja, het is ook wel goed voor de achterhand. Dus ik dacht, als we toch met z'n tweeën zijn, dan kunnen we dat een keer proberen. Zullen we dat eens doen? Dus. Ja, gaan we een springpaard maken. Nou, hij moet even helemaal klaar zitten voor het vrijspringen. Dus ik laat Zen even lekker op stal staan met zijn snuffelmat. Dan hoop ik dat hij zich gemaakt. Nou, we hebben dus zo'n gangetje gemaakt, want we hebben niet echt vaak vrijgesprongen. En ik weet, de keer dat ik het deed, snapte hij er niet zoveel van. Dat als we nou zo'n tunnel maken, dan snapt hij het misschien wel. Het begint natuurlijk gewoon met balkjes en sowieso eerst even er doorheen lopen aan de hand. Zodat hij het allemaal even gezien heeft. En dan gaan we wel zien hoe hij het doet. Thank you.
Nee, dat is de camera. Dank je. Netjes. Hop. Nou, we hebben net even vrijgesprongen met Sen. Ik vond het in het begin zeker een beetje lastig, omdat hij het nog niet echt snapte, maar ik wilde ook niet, het moest ook geen stressvolle aangelegenheid zijn, zeg maar. En in het begin had hij er wel wat stress van, want hij gewoon, ja, we moesten wel een beetje achter hem aan, een beetje een juiste kant op sturen, omdat hij het niet echt snapte. Dus dan had ik wel zoiets van, misschien moeten we dit maar niet doen. Maar op een gegeven moment viel het kwartje en toen snapte hij dat hij gewoon er doorheen moest. Hebben we ook de bak wat kleiner gemaakt. En toen heb ik ook de camera even aan die kant neergezet, omdat hij nu eens over de hoefslag ging. En ik was bang dat er fout ging met mijn camera. Dus toen heb ik hem wel hier achter gezet. En toen op een gegeven moment snapte hij het ook. Ja, ik weet niet of je het op camera kan zien, maar toen merkte je ook dat hij eigenlijk gewoon een bepaalde... Eerst ging hij best wel fel door de laantje heen. Maar op een gegeven moment snapte hij het en toen ging hij gewoon mooi beheerst. En dan keek hij ook echt goed waar hij zijn voeten neerzet. En je zag hem over nadenken. En toen dacht ik van ja, nu is het kwartje gevallen. Ze ging het beter. En toen was het ook veel makkelijker om hem weer doorheen te krijgen. We zijn vandaag echt niet hoog gegaan. Want het ging vandaag meer om het even doen. Want hij heeft het sinds ik hem heb 1 keer gedaan, denk ik. En dat is ook al, was niet op de vorige plek. Maar de plek daarvoor. Dus dat is ook alweer 2, 3 jaar geleden, denk ik. Dus dat was vooral iets wat we even snapten. En ik, ja, als hij het dan goed doet, dan kan ik te enthousiast worden en denk oh, we gaan nog wat hoger, nog wat hoger, nog wat hoger. Maar dat moet je natuurlijk gewoon niet doen, want dan, je moet goed afsluiten en je moet hem opzetten voor succes. En niet dan steeds hoger, hem steeds meer gaan pushen als hij dit eigenlijk normaal gesproken niet doet. Want je zag nu dat hij vooral er een beetje overheen huppelde. Ja, ik denk als we hem nog wat hoger hadden gedaan, was hij wel meer echt gaan springen. Maar dat kon nog wel een keer, dat hoeft niet allemaal vandaag. Ja, op een gegeven moment dacht ik gewoon, als hij nu deze goed doet, dan stoppen we ermee en dan is het ook goed. Hij heeft nu, ja, ik denk dat hij echt nog... Misschien 50 centimeter gedaan heeft, als het dat überhaupt al is. Maar voor vandaag is het goed. Hij snapt het spelletje, dus ik hoop dat als we het nog een keer doen, dat hij het gewoon sneller snapt. En dan gaan we op die manier gewoon wel langzaamaan, steeds wat hoger. Dus hij heeft gewoon even geoefend, het is goed voor zijn proprioceptie, het is goed voor zijn achterhand om een beetje op die manier bezig te zijn. En ja, ik hoop dat dus omdat hij het nu even weer snapt, dat we de volgende keer
het nog met nog minder stress zou kunnen. Want dat vind ik wel gewoon belangrijk. Maar het was een beetje zo van, ja, hij moet het wel even snappen. Maar we wilden ook niet hem op gaan jagen. Het was even de balans zoeken daartussen. Maar uiteindelijk snapte hij het echt wel. En toen ja, heeft hij het gewoon heel goed gedaan. Ondanks dat we niet de hoogte in zijn gegaan. Het ging meer om de verandering in zijn doen, zeg maar. Je merkte dat hij gewoon dat hij meer rust in zat, dat hij beter snapte. Dat ja, was voor vandaag prima. En dan gaan we nu, ga ik nu Iris helpen met opruimen. Nou, we hebben zijn hoeven ook even behandeld. Dat heb ik even aan Iris laten zien. Dus met één hoef zijn rotstraal even met hoefstuf behandeld. En met de andere hoef het schimmeltje wat weggesneden is. En wat we dus ook weg wilden houden, even met honing. Dus van die speciale dure honing. Iris is nu even aan het poetsen, want dat hebben we net niet gedaan. Ik ga nu even zijn billen, ook al mest laten zijn eigenlijk gewoon schoon. Het is een beetje hard geworden mest of zo. Het ziet er een beetje, lijkt me niet zo prettig. Dus daar ga ik hem even goed schoonmaken. Dan kunnen we ook beter zien of het beter wordt of niet. Dus. Blijf jij binnen? Zoveel aan, acht. Nee, ik had geen scheetjes te laten. Ik had de staart ook geknipt van de week. Mm-hmm. En je billen weer schoon. Ah, dat vind ik ook koud. Ja. Is ook een beetje gek als mensen allemaal in je billen zitten, hè. Maar ik hoop dat het zo wel fijn voor je is. Ik vind het fascinerend. We hopen dat het zelf een wandelen zijn. En niemand met je dik op te staan. Wat zei je? Dat het hopelijk zo wel op andere zitten met zijn deken niet te staan. Ik denk dat het nog wel 3 maanden duurt. Meestal in maart of zo, dat eerste dagen. Ja, maar goed, als het lekker zonnetje is, dan mag je ja. In principe gewoon gaan. Ja, we moeten even iets op je bekjes smeren. En Sandy heeft ook wat schuurplekjes van zijn deken op zijn been. Daar kwamen we gisteren pas achter dat het van zijn deken was. Ik had de plekjes wel gezien, ik zal ze ook even laten zien. Maar ik dacht, waar komt dit nou van? Mijn Dennis had van zijn deken komt, maar daar kan ik niet zo heel veel aan veranderen. Want de deken die hij nu op heeft, heeft gewoon langer aan de voorkant. Maar ik ga even wat vaseline opsmeren. Hij heeft hier dus de plekken. En het was al donkerder haar. Ik vond het opvallende plekken, maar nu wordt het echt wel wat kaler. En toen stonden we er gisteren over te praten en die viel echt precies op waar zijn deken hangt. Dus dan ga ik hier even wat vaseline opsmeren, dat het wat meer... En er wat soepeler langs glijdt en minder schuurt, zeg maar. Nou, Zijn staat weer lekker op de paddock. Hij loopt erachter. Ergens, daar. Alle andere paarden staan hier te chillen. En hier gezellig op een rijtje. Maar Zijn was eerst allemaal aan die kant gelopen. En dat hij nu toch denkt, oh, ik ga toch maar even mijn vrienden opzoeken aan deze kant. Of hij gaat erachter staan eten. Maar hij heeft het goed gedaan. Iris is ook alweer naar huis. Hij heeft net in zijn stal gemest, wat hij eigenlijk nooit doet. Maar we hebben hem echt al heel lang in zijn stal laten staan. Omdat we spullen moesten opruimen, stond hij al met de snuffelmat. Dus had hij wel goed iets te doen. Daarna hebben we nog even staan poetsen en zijn hoefjes bijgewerkt. En ja, hij heeft best wel lang op stal gestaan. Dus het was wel mijn eigen schuld dat hij op stal gemest heeft. Dat ja, krijg je ervan als ik hem zo lang op stal laat staan. Maar ik ga nog even zijn stal schoonvegen. En dan ben ik ook weer klaar. Dan ga ik naar huis. Het is nu 2:15 ongeveer. En dan heb ik de rest van... Ja, ik moet nog een vlog voor morgen editen. Maar meer hoef ik niet te doen vandaag. Ik ook mijn hoesje wel even laten zien. Ik dacht even dat ze twijfelde even of ze nog leefde, maar de oortjes bewegen. Ja. Volgens mij heb je alleen maar in deze doos gelegen vandaag. Ik heb geen ongelijk hoor. Je ziet met het licht ook echt niet precies wat naar mijn hoes is en wat naar het deken is. Hier? Ik zal je wel lekker laten slapen, sorry. Zen krijgt vanaf vandaag ook Vitonix stressdruppels, want dit heeft volgens mij een week nodig om goed te werken. En we gaan natuurlijk al richting, het is nu de 18e, dus de 25e. Maar dan hij krijgt het gewoon tot na oud en nieuw. Dus dan hoop ik dat het hem al een beetje kan helpen om een beetje meer zen te zijn. En ik heb volgens mij ook nog wel ergens Bug Rescue liggen voor oud en nieuw. En ik heb ook hier nog druppels die voor acute vuurwerkangst, als hij echt helemaal over de zijkant is door het vuurwerk, kan ik die druppels geven en dan... Ja, is dat hoe ik hem voor ga rijden op vuurwerk. Maar als je daarover wil weten, ik zal even in het i'tje zetten. Heb ik ook een video gemaakt waarin ik vertel wat wij allemaal met oud en nieuw doen. En dan ga ik nu nog even zijn stal vegen en afsluiten. Ik had gisteren ook verteld dat Zen dus op het gras gestaan. En dat hij een beetje last van zijn buik had. Dat zijn buik best wel opgetrokken was. En dat vond ik vandaag ook al een stuk beter. Ik moet zeggen dat het niet het voornaamste, dat ik er niet continu op gelet heb. Dus misschien dat ik de beelden kijk en denk, daar had ik toch nog wel last van. Maar ja, ik heb altijd vandaag echt wel minder last van had dan gisteren, dus dat is fijn. En dan ga ik nu afsluiten en naar huis. Ik ben net op terug even langs de Action gegaan en ik heb wat dingen gehaald. Ik weet niet, als ik in de Action loop, dan zie ik allemaal dingen dat ik denk, oh ja, dit heb ik misschien een soort van nodig. Te beginnen heb ik snoep. Ze hebben daar dus van die losse bros. En volgens mij kun je bij de Albert Heijn alleen maar echt in zo'n, met allemaal minis kopen. En dat vind ik dan weer een beetje overdreven. En
glowworms. Dit zijn gewoon de lekkerste glowworms. Misschien dat ze die trouwens tegenwoordig ook bij de Albert Heijn hebben. Die hadden ze nooit bij de Albert Heijn. Eerst ergens er ook echt wat van die fluoriserende kleuren. En die zijn, dat is nu minder. Ik heb ook een scrub mommy meegenomen. Want ik zie het altijd op TikTok. En ik zag hem liggen en dacht, daar ben ik wel benieuwd naar hoe goed die werken. Dus het is ook van Scrub Daddy. Maar dan is volgens mij de roze variant heet dan de Scrub Mommy. Ja, dit is een spons. Een schoonmaakspons. Staat erop. Ja, I can be sanitized in your dishwasher. Dus hij kan schoonmaken en vaatwasser. Maar ik heb geen vaatwasser. Dus dat is jammer. Maar die wilde ik eens proberen. Ik heb vuilniszakken meegenomen. Want ik vind bij de Albert Heijn ook steeds... Ik heb steeds veel of te groot of te klein zijn voor mijn vuilnisbak. Dus ik hoop dat deze misschien goed zijn. Of ze kopen daar ook prullenbakken. Dus ik dacht, oké, hoe groot is een prullenbak ongeveer? En hoeveel liter is dat? Dus ik hoop dat ze die zo goed zijn. Een fles wasmiddel en afwasmiddel meegenomen. Want ja, dat staat gewoon goedkoper. Twee afwasborstels. En zeker deze afwasborstel is een goede reflectie van wie ik ben als persoon. En nog één, want ja, daar heb ik volgens mij laatst ook in de vlog over gehad. Ik heb altijd met afwassen dingen niet zo goed kunnen krijgen met de vaatwasser. En zeker als je natuurlijk lang met... een vieze afwasborstel door blijft poetsen, dan wordt het helemaal niet meer schoon. Dus, we hebben twee nieuwe gekocht. Ik heb Uno gekocht. Waarschijnlijk ben ik een van de weinige mensen die nog niet heeft. En ik heb het ook tot afgelopen jaar nog nooit gespeeld. Maar we doen het op kantoor wel eens en dat vind ik eigenlijk best wel leuk. Ik dacht, het is toch handig om ook gewoon een eigen Uno-spel te hebben. En ik heb nog dit drankje met zure appelsmaak waar ik benieuwd naar was. Die ga ik ook nog proberen. En dan was dat wat ik bij de Action gekocht had. Ik denk dat ik zo eerst even een vlog voor morgen ga editen, want dan heb ik dat gehad en dan kan ik daarna gewoon chillen. Ik dacht aan het kopen te zijn en ik had al afzuigkap aangedaan. Maar het lijkt wel als ik gewoon helemaal vergeten. Geen gas. Elektrische pit aan te zetten. Dus dan ben je lang wachten tot je water kookt. Ik ga vandaag nog wat boontjes maken. Ik doe hier nog de helft van de morgen nog de helft. Die overwaren van, nou ja, niet echt overwaren, want ik had expres een grotere zak meegenomen voor de risotto gisteren, zodat ik daar ook nog twee dagen van kon eten. Dan heb ik twee bionburgers en nog aardappels die we ook nog over hadden. Ik weet niet eens wel dat ze eigenlijk maar gisteren goed waren, maar dat durf ik nog wel aan. En ik heb trouwens ook de vlog al geëdit, al een paar uur geleden. Die staat al ingepland, ik moet alleen even een thumbnail maken zometeen. Maar mijn video's in het weekend gingen dus best wel goed zonder thumbnail, maar dan is het wel het weekend. En in het weekend gaan mijn video's altijd beter dan door de week. Dus misschien moet ik gewoon standaard in het weekend gaan uploaden. Want dan hebben mensen natuurlijk gewoon veel meer tijd om te kijken. Ik ben gewoon een beetje aan het puzzelen met vlogmas verder. Want ik heb nu dan... de vlog die ik vandaag film is voor de 20e. Dus ik moet nog voor 4 dagen een video. En ik wilde eigenlijk vrijdag voor de laatste filmen. De 22e. Dus ik heb dan een woensdag en vrijdag in ieder geval. En dan moet ik of ook nog in het weekend filmen. Of ik moet nog 2 extra video's filmen. Maar dan is ook, moet ik even daar onderwerpen voor gaan bedenken. En ook tijd vinden om die te filmen. Want... het is nu al donker en dan kan ik zo met een daglichtlamp filmen. Niet, ik zeg steeds daglichtlamp, maar het is gewoon een ringlamp. Daar kan ik wel mee filmen, maar dat is toch nooit zo mooi als met echt daglicht. Dus daar ben ik nog niet uit.